nader te bepalen. En als het allemaal nog goedkoper kan, is dat fantastisch. Ja. Maar, jongens, laten we niet zo kinderachtig doen. En laten we alsjeblieft niet op de centen gaan zitten, omdat de finalist ermee vandoor moet. Dan denk ik van, joh, ik heb hier liever nog even 3,5 maand een leukere tijd, dan dat ik €2000 extra op die finale pot heb. Stel je voor, ik zou hem winnen. Mm-hmm. En dat er dan nog belasting afgaat, winstbelasting. En dat je er uiteindelijk maar een duizendje aan overhoudt. Ja. Denk van, joh, laten we hier dan even met z'n allen nog even een beetje chillen tijd hebben. Sport is fucking belangrijk. En als dat ervoor zorgt dat meer mensen gaan sporten hier, nou, dan is het toch wel... Ja, het is het feit dat, wat ik al zei, als we hier kritiek over hadden moeten leven, hadden we dat veel eerder moeten doen. Dat vind ik ook. Want dit wisten we allemaal al. Dit is... Ja. Gaat hij een beetje weer? Ja? Hey, ik wil even mijn excuus aanbieden voor gisteren. Het was een beetje te heftig, was een beetje te veel. Ja, snap ik. Maar het spijt me, ik begrijp jouw frustratie enorm ook, weet je, want iedereen loopt zich met jullie mee te bemoeien en alles. Ik was echt niet met Hister meegekomen, puur om hoe jij mij het benoemde. Absoluut niet. Ik wou gewoon weten hoe het ging. Weet je wel, want ik ben altijd naar mensen binnen, vraag ik altijd hoe het met hun gaat en dat soort dingen. Als ik echt voor sensatie had gezorgd, was ik er al lang naartoe gegaan. Heb ik echt niet gedaan. Nee, dat is ook helemaal niet erg. Kijk, ik blijf er al bij. Ja, ik had het op een andere manier. Ik snap het niet. Begrijp ik. Dat is prima. Ja. Yo, ik heb er helemaal geen negatieve lading over bij jou. En ik zag gisteren wel dat je heel veel deed. Dat deed me ook wel wat. En vroeg, ja, dat is ook allemaal niet de bedoeling. Nee, maar... het is allemaal niet fantastisch erg, maar weet je, dat is gewoon mijn frustratie. Dat er dan allemaal mensen naartoe komen en denken van, joh, wat is er dan te kijken? Weet ik, schat. Weet ik. Ja? Daarom heb ik hem ook even een tijdje afgezonderd, weet je wel. En dan wil ik even toch op mezelf komen, hoe dat komt dat ik te extreem boos word. Weet ik niet. Weet je, ik weet niet hoe dat komt, Gerrit. Weet je, je zit hier in een hele kleine omgeving en ik heb uitspattingen gehad. Ja, ik schrik elke keer van mezelf als ik boos ben, weet je. Hoe komt het dat alles te is? Hoe komt het als ik verdrietig ben dat alles te is, weet je wel? En daarom kom ik naar je toe en ik bied echt mijn excuus aan. Het is echt niet zo bedoeld. Ja, maar dat is goed. Sorry. Ik ben niet zo heel erg. Hè? Ik weet het, weet je wat het is, gewoon. Mijn hoofd zit helemaal vol met het leren. Ik heb vandaag ook tot 8 uur... weer tot 10 uur lopen te leren, weet je. Het wordt me een beetje allemaal te veel. En ik denk dat we voor beide eventjes voor allebei even een druppel waren. Dat ik de explosie eruit gooide en jij. Maar ik wil gewoon echt zo... Maar dat is helemaal niet goed. Het komt allemaal goed. Ja, niet dat ik dacht van, nou, dat vind ik helemaal niet lief of aardig meer. Dat is ook wel een beetje goed. Dat hoort er ook bij, hè? Ja, daarom. Maar ik word wel even sporten. Ik heb al de hele dag niet geslapen, daardoor. Ja? Ja, tuurlijk. Het is de kapoepie. Fren, hoe was het gegaan door de kleur? Ik weet niet waar het vandaan komt. Ja. Weet je, alles is bij mij te groot. Weet je, vind ik koud? Ik loop even mee naar binnen, want ik ga straks toch weer leren. Ja, ik ga zo veel roken. Ja, maar snap je, ik... Ja, maar daarom, nodig lekker iemand uit. Weet je? Ja, mijn wiebels zijn van, ik... Zoek het op, spreken, hooggevoeligheid of, super interessant. Wil je roepen nou? Ja? Waar is dat? Oh, daar! Hi. Ja, ik hoorde het, ja. Geweldig, toch? Ja. Wie waren er allemaal op de... Ja, ik had even gezien om te... Nee, snap ik. Jesse en Merel, die waren er... nu is het een beetje van de hoop op bouw af. Oh, echt? Zo.
staat, kan ik er toch wel naar binnen, weet je wel. Ja. Dan gaan we even gewoon van afstand bekijken. Ik had gewoon even gezien om erbij te zitten. Ik ben de hele dag kapot geweest. Ik heb de hele lange nacht, ik heb geen opdracht gedaan vandaag. Door wat gisteren was gebeurd? Ja. Ik had het gehoord. Maar kijk, weet je wat het gewoon is? Volgens mij heb je net uitgepraat, toch? Ja. Kijk, ik zeg tegen Gerro, ik schrik ook continu van die boze reactie van mij, weet je wel. Ik wil ook eens weten waar het vandaan komt, hoe het komt. Over alles is te. Weet je, mijn verdriet is te, mijn boosheid is te, weet je. Maar dat kan je toch weer herleiden naar het high-sensitive gebeuren? Tenminste, ik denk dat het van de daar komt. Ja, ik moet ook echt binnenkort even iemand hier echt nog kijken, even op internet zoeken en uitnodigen van waar komt het vandaan, ja. Weet je wel. Want het is ook goed voor mijn eigen ontwikkeling natuurlijk, weet je. Ja. Als je hier kan meekrijgen, waarom niet toch? Ja, dat ga ik wel doen. Ik heb echt geen oog dicht gemaakt. Ik heb wel even echt goed mijn excuus aangeboden, maar dat, zo gaat het hier. Ik zat eerst wel van, ook blijf ik slijm op, kom er niet meer uit. Nee, ik was van plan om naar je toe te gaan, om het over sportschot te hebben en over het hele gebeuren van gisteren. Toen zag ik jou met Gerrit praten over mezelf. Ik weet waar het over. Ja, het is alweer. Dit hoeft nu niet. Het is alweer oké, maar ja, weet je, soms heb je dat soort dingen even. Dat is very true. Ik ga even koffie drinken. Vandaag ook wel eventjes Peter mailen, hè? Ja, ik heb Annie gebeld en die kan voor vandaag nog dit leveren voor vandaag. Oké. En ik heb Arnhems bedrijf benaderd voor golfplaat van 12:00. Oké. Dit is de normale prijs, maar ik moet straks even bellen. Mm-hmm. Dus dan is dit alles. Dat is op promotiebasis misschien. Maar zullen we later dan even Peter even mailen dan? Ja.